Een veelgevraagde functionaliteit voor Microsoft Teams was de mogelijkheid om in breakout rooms te werken. Dus de mogelijkheid om een grotere groep deelnemers op te splitsen in kleinere groepjes, die dan even een aparte ruimte met elkaar konden overleggen en dan weer in de plenaire ruimte verder overleggen. Concurrent Zoom had dat al ruim een jaar geleden, Microsoft kon natuurlijk niet echt achterblijven. Natuurlijk, ook vorig jaar was er wel de mogelijkheid om via een workaround met breakout rooms te werken, maar dat veronderstelde je dat je kanalen aanmaakte in de Teams-omgeving waar je in werkte. Mensen de link dan kregen naar zo'n kanaal, daar zelf naartoe gingen in de vergadering. Die moest daar dan ook aangemaakt zijn en klaarstaan. Mensen verdwaalden nog wel eens. En je moest ook weer al die groepjes langs om te zeggen van, hey, komen jullie terug naar de plenaire ruimte? Inmiddels heeft Teams ook ingebouwde breakout room functionaliteit. Maar ik denk dat het een van de slechts begrepen onderdelen is. Daarom nog eens een keer een filmpje. Ik zit hier in een vergadering, test met breakout rooms. Het knopje hierboven, aparte vergaderruimte, zo heten de breakout rooms bij Teams, zie twee vierkantjes. Als ik daarop klik, krijg ik de vraag hoeveel breakout rooms ik wil maken. Nou, 1 lijkt me niet zo heel logisch, 11 lijkt me best veel. Ik kies even 4, alleen de breakout rooms waar mensen aan toegewezen worden, worden daadwerkelijk gebruikt. Dan kan ik kiezen of ik mensen automatisch of handmatig wil toewijzen. Ik zal zo even laten zien wat het verschil is. Wij kiezen nu even voor automatisch en overigens, je moet nog steeds zelf mensen toewijzen. Dus ik kies voor ruimte maken en de ruimte worden gemaakt. Nou, dit was het punt waar ik in het begin zelf toe kwam. Zo van, als je alleen in een vergadering zit, kun je verder niks. Ze zijn gesloten, je kunt niet naar een vergaderruimte toe, je kunt heel weinig doen. Dat komt omdat je minimaal 2, maar liefst meer personen hebt voordat je met breakout rooms aan de slag gaat. Dus eigenlijk is het logisch dat je nog niet heel veel kan. Het is nu weekend. Ik zou op Twitter een oproep kunnen zetten. Dat zou vast wat mensen opleveren die willen testen. Ik zou collega's lastig kunnen vallen. Maar je kunt ook kiezen voor meer acties. En vergaderinfo. En dan heb je de optie klik hier to join the meeting. Dan doe ik link kopiëren. En als ik nu een incognito venster open in Chrome of een in-private venster in Edge, dan kan ik daar die link kopiëren. Waarom overigens incognito? Omdat je dan zeker weet dat je niet al ingelogd bent. Want ook nu zie je dat Chrome heel graag Teams wil openen, want hij ziet dat dat namelijk geïnstalleerd is. Maar ik kies voor annuleren, want dat wilde ik namelijk juist niet. Ik wil kiezen voor doorgaan in deze browser. Dan heb ik namelijk de mogelijkheid om als gast in te loggen. Ik zal het woordje gast even weglaten. Deze computer heeft 2 webcams, dus hij kiest nou ook meteen de vrije webcam. Hij kiest ook de microfoon. In dit geval is dat de microfoon die ik ook aan het gebruiken ben voor deze opname. Dus ik kies even een andere. Want anders word ik helemaal gek van de feedback. En ik kies voor nu deelnemen. Standaard instelling bij de HAN waar ik werk is dat gasten, dus mensen van buiten, in de lobby komen. Dus je krijgt die melding van laten weten dat u wacht. En dan ga ik hier toelaten. En daar zijn nu Bert als gast. En zie ik mezelf. Eerst even. Hoe zorg je ervoor dat mensen nou niet meer in de lobby hoeven te wachten? Hier zie je dus, wie hoeft er niet in de lobby te wachten? Personen in mijn organisatie. Dus iedereen van de collega's die zou proberen, kan altijd inloggen. Maar ik kan ook kiezen voor altijd bellers de lobby laten omzeilen. Als ik dat aanzet en dan kies voor opslaan, dan hoeven mensen niet meer in de lobby te wachten. Dat is in een vergadering waar je veel met breakout rooms werkt wel handig. Want ook als mensen van de breakout room straks terugkomen naar de plenaire ruimte, moeten ze anders via de lobby. Nou, we hebben nu Bert. Ik kan in principe met de breakout rooms aan de slag. Maar ik heb nog wel een tweede laptop met een camera. En daar zit Grover. Die laten we ook nog toe. En nu hebben we dus Bert en Grover. 2 mensen die kunnen we toewijzen aan breakout rooms. Nou, dan klik je op deelnemers toewijzen. Dit zijn er nog niet toegewezen deelnemers. Je kunt ze allemaal selecteren en dan zeggen toewijzen en dan aan de ruimte. Ik zal in dit geval even alleen Grover selecteren en dan aan vergaderruimte 1 toewijzen. Om te laten zien dat zodra er minimaal 1 vergaderruimte is met minimaal 1 toegewezen deelnemer, en je kunt jezelf als organisator, presentator niet toewijzen. Zo gauw dat zo is, dan heb je de optie om de vergaderruimtes te starten. Dus ik kan die nu ook al starten. En dan wordt Grover nu automatisch toegewezen aan die vergaderruimte.
Dat duurt altijd even, zeker de eerste keer. En Grove verlaat dan de plenaire ruimte. Dus we hebben alleen Bert nog over. En die ruimte is open. Nou, nu heb ik Bert nog niet toegewezen. Laten we Bert ook even toewijzen aan vergaderruimte 1. Dan zit Grove dan niet alleen. En Bert krijgt een melding. Sessie op aparte vergaderruimte is gestart. Er worden 10 seconden automatisch verplaatst. Dit is wat je krijgt als je kiest voor automatisch toewijzen van deelnemers. Nu gaat Bert ook naar dezelfde sessie. Daar is alleen Grove met zijn mooie goede kwaliteit camerabeeld van de laptop. En die twee kunnen daar met elkaar overleggen. Ze kunnen camera gebruiken, audio gebruiken. Ze kunnen delen. Nou, in dit geval omdat ze in de browser werken, kunnen ze alleen het bureaublad delen. Handen opsteken, chat. En ze kunnen zien wie er allemaal is. Dus Bert en Grover zitten hier gezellig te overleggen. Als organisator ben ik nu als enige nog achtergebleven in de hoofdruimte. Je ziet ook, er is nu één ruimte open, die anderen zijn leeg. Dus als je daar mensen aan had toegewezen, waren die ook geopend. Ik kan als organisator nu zelf ervoor kiezen om bijvoorbeeld ook even te kijken waar Bert en Grover het over hebben. Dus ik kies dan deelnemen aan vergaderruimte. Dan opent een nieuw venster, waarbij ik in vergaderruimte 1 bij Bert en Grover geplaatst word. Terwijl ook mijn vergadering in de hoofdruimte in de wachtstand komt. Dus ik zit er nog wel in. Maar de video staat aan de wacht en de audio ook. Nou, nu zitten we met z'n drieën in die vergaderruimte. Dus je ziet Pierre als organisator, Bert en Grover. Dus we kunnen hier met elkaar overleggen. Terwijl hier een straaljager overkomt. Ook wel mooi. Dit is de standaard weergave in de browser. Dus normaal gesproken zie je één van de sprekers en dan zie je de andere gewoon alleen als icoontjes. Maar inmiddels kun je ook in de browser kiezen voor grote galerie. Het is een beetje verwarrend, want Bert kan in de browser kiezen voor grote galerie. En het effect is dan dat alle videobeelden getoond worden, inclusief van Bert zelf. Terwijl als ik in de client zit, dan kan ik nog niet kiezen voor grote galerie. Dat kan alleen bij meer dan 9 deelnemers. Dus in dit geval dezelfde optie heeft in de browser een iets ander effect dan in de client. Nou goed, Bert Grover en de sessieleider kunnen met elkaar overleggen. Het kan ook zijn dat de sessieleider zegt van, hey, ik ga even naar een andere vergaderruimte. Dan verlaat de sessieleider gewoon de vergaderruimte. Dus Bert en Grover blijven achter. Ik heb hier in de hoofdruimte de optie om te hervatten. Als er meerdere vergaderruimtes open zijn, kun je dan ook een andere vergaderruimte kiezen om daar dan even mee te kijken. Nou, ik kan zorgen dat hier mijn video weer getoond wordt door hervatten te kiezen. En als ik van mening ben dat het tijd om is die we afgesproken hebben met de deelnemers, kan ik de vergaderruimtes sluiten. Nou, hier wil ik even snel overschakelen naar Bert. Bert krijgt de optie, de melding. De kamer wordt in 10 seconden gesloten, wordt automatisch weer naar de hoofdvergadering gebracht. En mijn rempel, Bert komt ook weer terug in de vergadering. En we zijn weer met z'n allen in de hoofdvergadering. Oké. Videokwaliteit wordt steeds beter hier, maar het gaat even om de uitleg. Ik had net aangegeven van, we hadden nu gekozen voor automatisch. Wat betekent het als je kiest voor handmatig? Nou, er zit onder de drie puntjes bij aparte vergaderruimte. Zo gauw de vergaderruimte gesloten zijn, dus alleen als ze gesloten zijn, heb je de optie om de instellingen aan te passen. Je ziet, hij staat hier op automatisch. Vink ik hem uit, dan gaat het niet automatisch. Ik zal zo laten zien wat er gebeurt. Je kunt er ook voor kiezen dat bijvoorbeeld deelnemers zelf kunnen terugkeren naar de hoofdvergadering. Dus dat ze zelf ook eerder kunnen besluiten van, we zijn al klaar. Zullen we die ook even aanzetten. En we kunnen een tijdslimiet instellen. Nou, als ik die twee opties wil toelichten, dan lukt dat wel in een minuut. Dat is natuurlijk heel kort. Je kunt tot maximaal 59 minuten. Maar kies even 1 minuut. Goed, dan kiezen we nu weer voor dezelfde indeling. Dus je kunt mensen weer verplaatsen. Maar we kiezen voor dezelfde indeling. Kiezen voor het starten van deze ruimte. En dan gaan we bij Bert kijken. En dan zien we bij Bert dat hij toegewezen is aan vergaderruimte 1. En Bert kan zelf besluiten van oké, ja, is goed, ik ga naar vergaderruimte 1. Grover krijgt zijnzelfde melding. Dat is voor iedereen hetzelfde. Wordt niet gedaan aan vriendjespolitiek. En hier zitten Bert en Grover weer in die ruimte. Bert kan er weer kiezen voor grote galerij.
En je ziet dat Bert nu de optie heeft om terug te keren naar de hoofdvergadering. Dus als ik hierop klik terug, dan kom ik weer in de hoofdvergadering. Ik kom dan weer in de lobby en ik zeg toelaten. En Bert komt weer terug in de hoofdvergadering. Het kan zijn dat Bert zei, ja, ik zat in de verkeerde vergaderruimte. Bert heeft zijn video overigens niet aanstaan. Zullen we die opnieuw inschakelen? Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat als je workshops hebt, dat Bert zegt, oh, ik zat toch in de verkeerde. En dan is het handig om de mogelijkheid te geven om terug te gaan naar de hoofdruimte. Grover komt inmiddels ook terug, want de minuutsessie was om. Ik zal nog een keer laten zien wat er gebeurt. Dan zal ze nu even instellingen automatisch verplaatsen. 1 minuut. En dan zeggen we start vergaderruimtes. Het effect is hetzelfde. Er is maar 1 vergaderruimte, dus die wordt automatisch geopend. Bert wordt naar de vergaderruimte verplaatst. En komt dan weer terug. Overigens had Bert net al de optie om deel te nemen, dus dat kon sneller. Nou, Bert is hier weer in gesprek met Grover, die zijn video uit heeft gezet. Die zullen we even aanzetten. Nou, dus hetzelfde verhaal als net. Bert en Grover met elkaar in gesprek, via de chat, via het delen van zaken. Totdat de tijd verstreken is voor deze breakout room. In dit geval dus 1 minuut. En dat betekent eigenlijk al dat 30 seconden van tevoren krijg je de melding dat de ruimte sluit. Dus kun je nog snel even je verhaal afmaken. Het is niet zo als bij Zoom. Bij Zoom loopt die teller af van 10 tot 1 midden in beeld. Hier heb je gewoon 30 seconden. Je zou zelfs maar even kunnen zeggen van ik negeer je. Maar omdat die nu op automatisch staat, kun je dus niet negeren. Het betekent echt dat Teams besluit wanneer die 30 seconden op zijn en wanneer de tijd op is. En dan word je ook op dat moment keihard teruggezet naar de hoofdruimte. Nou, hier heb ik nog steeds dat ik de lobby moet weergeven. En toelaten, terwijl ik eigenlijk in de veronderstelling was dat ik bij vergaderopties. Ja, had gezegd, oh, iedereen. Deze, ik moet niet alleen. Ik moet iedereen aanzetten. Dan hoeven mensen niet in de lobby te wachten. Tot zover in ieder geval dit overzicht van het gebruik van aparte vergaderruimtes in Microsoft Teams. Eén mogelijkheid die nog wel heel wenselijk zou zijn, die nog ontbreekt, is de optie dat je de vergaderruimtes openzet voor deelnemers. En dat deelnemers zelf kiezen waar ze aan deelnemen. Dat is een feature request die nog open staat bij Microsoft. Waar ze wel naar aan het kijken zijn, die ze wel willen gaan implementeren. Maar daar hebben we nog geen verwachte datum van implementatie van. Ik hoop dat het in ieder geval in deze dikke 10 minuten wat helderder geworden is. Hoe je de aparte vergaderruimtes in een Microsoft Teams vergadering kunt gebruiken. En in veel situaties zal dat echt de voorkeur hebben boven het gebruiken van vergaderingen in kanalen. Tot zover!